van het raar. Movember. Wat een raar woord eigenlijk, Movember. Het is samengesteld uit Engelse moustache, snor, en de maand november. En samen krijg je Movember. Het is een initiatief die aandacht vraagt voor prostaatkanker en teelbaarkanker. En in de maand november laten dus alle mannen die aan meedoen hun snor staan. Tegenwoordig heb je hele mooie apparaten, elektrisch, niet elektrisch, om je te scheren. Maar hoe deden ze dat eigenlijk vroeger? Daar hadden ze niet van die fancy dingen. Dus dan ging je naar de barbier, naar de kapper. Zo ging je ook in de Kerk Dril bijvoorbeeld. Daar was een kapsalon van Dolf van Ooyen. En daar ging je dus op zaterdagavond. Ondertussen wissel je natuurlijk allerlei roddels uit het dorp. Maar wat had je eigenlijk nodig om te scheren? Nou, je had in ieder geval een bakje met warm water. Een brok scheerzeep. Een scherpe mes natuurlijk. En een kwast. Het inzepen, dat deed je dus met de zeep en het warm water. Het duurde eigenlijk best wel lang, want de huid moest een beetje zachter worden, net als de baardharen. En daar had je een speciaal iemand voor, de inzeper. En die was dan van 's middags 2 uur tot 's avonds laat, soms 10 uur, bezig met alleen maar inzepen. Hij kreeg daar, zo'n 80 jaar geleden, 2 kwartjes en een warme maaltijd voor. Hier zie je het inzepen en scheren. En dat moest natuurlijk heel zacht zijn, want de messen die waren flijnscherp. Op woensdagmiddag, kwam eigenlijk een hele andere publiek in de kapperszaak. Namelijk de schoolgaande jeugd, kinderen, jongens. Want daar moest wel geknipt worden, netjes naar school natuurlijk. En zodra je bij de scheerbaan in Kerk Dril binnenkwam, vroeg de kapper meteen van, wat mocht het worden van je moeder? Meestal was het antwoord kaal, heel soms met een kuifje. Tenminste, als de moeder dat toeliet, omdat het kuifje nou eenmaal duurder was. Een kaal duurde langer, deed je langer mee en was ook makkelijker schoon te houden. En de prijzen? Het scheren was 10 cent, knippen van kinderen was 20 cent en knippen van volwassenen was 30 cent in die tijd. Nou, ik weet, mijn laatste kapperbeurt was toch wel wat duurder. Maar er was nog een moment waarop kapper het geld kon verdienen, namelijk bij het overledene. Dan ging hij met zijn gereedschapskistje naar het huis van de overledene om de laatste scheerbeurt te doen. En daar kreeg hij 1,5 gulden voor. Dus in die zin is het spreekwoord, de een zijn dood is anders een brood, heel erg van toepassing. En voor nu wens ik natuurlijk alle mannen in de maand november een goede tijd met het laten staan van hun mol. Hoewel, tegenwoordig zie je die niet. Bij je mondkapje.